Ja, je weet, dit moment is niet makkelijk voor het moment in voetbal. Geen club en ja, gaat elke jaar meer moeilijk en moeilijk. Had je daar moeite mee? Ja, van het begin wel, maar daarna, ja, volgens mij moet je positief denken en rustig gaan en kom zelf. En het kwam inderdaad vanzelf. 5 jaar geleden speelde Erik Addo nog op het WK, maar ineens zat hij dit seizoen zonder club. Na PSV en Rode JC bleef het stil. Nu is hij opgepikt door FC Eindhoven. En Erik Addo kijkt niet om. Nee, Erik Addo is vooal dankbaar. Ja, ik vind het mooi om te naar je spelen. En zo herhaalde de geschiedenis zich afgelopen vrijdag tegen Helmond Sport. Erik Addo op de reservebank, zijn naam rolde van de tribunes. Wat is dat toch met die Ghanese? Wat maakt hem overal zo populair? Ik ben altijd open met de mensen. En ja, veel praten en goede banden met supporters. Een cultheld, zeggen ze in Nederland. Ja. Weet je wat dat is? Ja, 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 ja. Kan je daarin vinden? Nee. Nee, nee. En waarschijnlijk daarom. Nooit klagen, altijd lachen. Op de bank of in de basis. Hij heeft een brok ervaring toe te voegen bij de nummer 2 van de Jupiler League. En Erik Addo durft tot slot zijn ambities best uit te spreken. Mijn mening is kampioen worden. Met die groep. En ik vind die momenten spelen de beste voetbal. Die momenten in de Jupiler League. En daar vind ik goed om te kampioen worden.